Wat is er aan de hand met de VVD? Wij als Brede Volkspartij kennen van oudsher twee sterke vleugels. Ik las ergens dat men zei, de afgelopen jaren hebben de linkse VVD'ers zich bediend gevoeld en nu is het tijd voor de rechtse. En lieve mensen, dat is gewoon niet waar. Jezus doet hier alsof er niks aan de hand is, maar dat is niet waar. De VVD is de afgelopen maanden een klein beetje uit elkaar gevallen. Nooit in het kabinet gaan zitten met Wilders. Nooit, nooit. Ik ben voorstander van samenwerking met de PVV. In deze video kijken we wat er gebeurd is sinds Mark Rutte vertrokken is als VVD-leider. Wat er mis is gegaan in de campagne en na de verkiezingen. We spraken met veel VVD'ers, keken mee in VVD-appgroepen en geven een kijkje achter de schermen van de VVD. Hier in het Franse dorpje Goule in Zuid-Frankrijk komt de partijtop van de VVD één keer per jaar samen voor topoverleg in het huis van zakenman Ben Verwaaien. Hij is vanaf het eerste uur al de vertrouweling van Mark Rutte. Hij nodigt de partijtop uit in zijn huis in Frankrijk of in Noord-Holland om te praten over de koers van de partij. Dat kernteam is bij de VVD ontzettend belangrijk. Alle belangrijke beslissingen worden daar eigenlijk genomen. Daar zit de echte partijtop. Hè. De partijleider zit erin, de top van de Tweede Kamerfractie, van de Eerste Kamerfractie, de voorzitter. Daar worden in de partij de belangrijkste beslissingen genomen. Een klein clubje wat de macht heeft. En voor dit verhaal gaan we terug naar het moment waarop het kabinet valt en de leider van het kernteam zijn vertrek aankondigt. Afgelopen vrijdag heb ik, zoals bekend, de koning ontslag aangeboden van het kabinet. Toen, een paar dagen nadat het kabinet gevallen was, kwam die mededeling van Mark Rutte in het kernteam, want daar heeft hij het als eerste verteld, in een hotel ergens. Gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Nee, de sfeer in dat kernteam was natuurlijk geschokt, omdat ze wisten dat er echt heel snel een nieuwe leider moest worden gezocht. Ze zijn toen bij elkaar gekomen in het buitenhuis of de villa van Ben Verwaaien om bij hem thuis te praten over de opvolging van Mark Rutte. Mevrouw Jessicus, waarom heeft u besloten om partijleider te willen worden van de VVD? Omdat ik tot in mijn tenen gemotiveerd ben. Toen waren er, horen wij, ook hier en daar best wel wat twijfels over Dylan Jezus. Kan ze het al aan? Is het niet te vroeg? Ze was al de afgelopen periode min of meer de kroonprinses van de VVD geworden. Ze was eigenlijk ook de enige kandidaat die er klaar genoeg voor was om dat te doen. En ze hebben daar in datzelfde clubje mensen, dat de hele tijd ook met Mark Rutte over alles zat te praten, besloten, het moet nu snel, er moet geen twijfel zijn. Dylan Jezus is eigenlijk de kandidaat die het moet worden. Bam, we doen het. Hallo, Dylan. Dylan, leuk niet ontmoeten. Wat je ziet is dat ze een campagne hebben uitgerold die omschrijven is als wij gaan Jezus verkopen als Mark Rutte 2.0. Hi, ik Hallo. Ben Dylan. Hoi, ik ben Gabi. Welkom, ik ben Dylan. Joep. Ik loop te dolle, hè? Ik ben Dylan en ik sta aan jouw kant. Het enige verschil wat er was, was dat zij zich positioneerde als rechtser. Ik ben een rechtsere VVD'er. Heel goed. Ja, heel goed. Dit was top. Rechts is makkelijker voor mij. Okay. En links? Nee, niet. En dat deed ze natuurlijk om de wind uit de zeilen te nemen van vooral Geert Wilders van de PVV. Nederland wordt inmiddels één groot asielzoekerscentrum. Opvallend genoeg was de eerste belangrijke zet in de campagne niet van de leider Dylan Jezus, maar misschien een beetje per ongeluk van het Kamerlid Ruben Brekelmans in EW Magazine, die daar heel voorzichtig de deur op een kier zette voor Geert Wilders. Iets wat onder Mark Rutte jarenlang uitgesloten was. Met zo'n partij, meneer Wilders, ga ik niet samenwerken. Niet in een kabinet en ook niet in een gedoogconstructie. Niet, nooit, niet. Reactie van de heer Wilders. We weten ook dat het helemaal niet de bedoeling was van dat kernteam van de VVD, van de partijtop, om Ruben Brekelmans dat op deze manier, op dat moment in de campagne te laten zeggen. Zeker in een campagne geeft de VVD geen fouten toe. En als er zoiets gebeurt, dan willen ze het dus ownen. En dan zeggen ze gewoon, nee, maar wat er gebeurt is de bedoeling. Wij wilden die deur op een kier zetten voor de PVV. Ik moet zien waar de heer Wilders mee komt. Het is dus, vind ik, echt aan partijleiders zelf om aan u te vertellen met welke inzet ze aan tafel zitten. Dus het is
eerder aan hen om te zeggen of zij aan tafel komen dan dat ik ga zeggen die wil ik niet of die wil ik wel. Daar heeft een Nederlander volgens mij niet zoveel aan. Maar het was natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat dat al zo vroeg in de campagne zou gebeuren. Geert Wilders dacht op dat moment, hey, nu heb ik jullie te pakken. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n buitenstaander die Mark Rutte mij altijd maakte. Kijk nou, zelfs de VVD vindt nu dat ik mee kan doen. En dus kunnen we wel concluderen dat dit van de VVD in de campagne een enorme fout is geweest. En dat was dus een fout, ook van dat kernteam. Nou ja, wat je hier dus voor het eerst eigenlijk ziet gebeuren is dat dat kernteam van de VVD niet meer aan de bal is. Dat waren ze eigenlijk wel 13 jaar lang. Wat je toen zag is dat die splitsing van twee kanten van de VVD toen voor het eerst echt duidelijk werd. Een splitsing die je het gewoon nog steeds voelt, namelijk een deel rechtse VVD'ers. Zij waren blij dat er nu een leider kwam die zei, en nu gaan we het gewoon zeggen. En daar hoort ook regeren met Geert Wilders bij. Maar ja, er was ook die andere kant, de bestuurlijke kant van de VVD. En van die kant, die heel machtig is ook binnen de VVD, hoorden we, ja, maar wij moeten ons toch niet uitleveren aan Geert Wilders. Dus toen voelde je al dat langzaamaan de VVD in twee kampen uiteen begon te vallen. Op dit moment in de peiling van Boris de Hond, de VVD samen met de PVV op nummer 1. Wat vindt u ervan dat PVV zo omhoog is geschoten? Ik snap het wel. Ja, ik begrijp het wel. Ja, ook goed. Dan willen we niet die linkse bagger. Ja, de peilingen waren de laatste weken voor de verkiezingen eigenlijk best wel rustig. Er waren geen hele grote verschillen. Eigenlijk waren er een paar partijen ook die nog kans hadden om de grootste te worden, waaronder de VVD. Maar in dat laatste weekend kwam daar ineens de peiling van Maurice de Hond, die voor het eerst liet zien dat de zwevende kiezers, die vaak een paar dagen voor de verkiezingen langzaam aangaan verzinnen waar ze op willen stemmen, allemaal naar Geert Wilders gingen. We hebben nu drie partijen die aan kop gaan. En dat zijn de VVD, GroenLinks PvdA en de PVV. Nou, wat je zag is dat het in die appgroepen van de VVD steeds stiller werd. Alle frustraties die er waren over de toon van de campagne en dat ze alleen maar met de macht bezig waren en dat er geen vernieuwing was en vooral ook dat ze de deur naar Wilders hadden opengezet, begonnen in die appgroepen merkbaar te worden. En dus raakte de top van de VVD in paniek en besloten ze de dag voor de verkiezingen een nieuwe tactiek, namelijk, we willen eigenlijk helemaal niet met Geert Wilders. Ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. Niet regeren met premier Wilders? Nee, dat ga ik niet doen. Dat was echt paniekvoetbal. Het was echt wel duidelijk dat velen dat binnen de partij een foutje vonden. Maar dan komt ze 's avonds voor een camera staan omdat ze naar het NOS-slotdebat moet. En dan zegt ze hetzelfde, maar nog harder. U gaat niet dienen onder premier Wilders, nog onder premier Timmermans? Nou, premier Wilders is gewoon niet voor de hand liggend. Dus dat gaat niet gebeuren. Dat was wel het moment dat je heel duidelijk zag, Mark Rutte was toch wel, ja, het politieke brein van de VVD. En dat kernteam heeft daar toch de afgelopen jaren achteraan gelopen. En nu ze dat zelf moesten doen, ging de VVD fouten maken. Dat hoorde je achter de schermen. Dit is een fout die ons de verkiezingen gaat kosten. De exit poll is binnen. Malou, de PVV is de grootste partij. We gaan hem invullen en we beginnen met de VVD. 34 zetels toen, nu met een nieuwe lijsttrekker. VVD komt uit op 23 zetels. Een verlies van 11 dus. Voor ons valt de uitslag tegen. En het voortouw ligt nu niet bij ons. Wij zeggen het al maanden, dit is voor ons een nieuw hoofdstuk. Wij beginnen nu pas echt. En wij gaan knallen, wij gaan verder bouwen. Die vrijdag na de verkiezingen zouden de partijen voor het eerst bij elkaar komen om te praten over hoe de formatie zou gaan lopen. Die ochtend kregen wij een appje en alle redacties een appje van de voorlichting van de VVD. Of we op een bepaalde plek bovenaan de roltrap van het Kamergebouw wilden staan, want daar zou Dylan Jezukus komen. En die had een mededeling voor ons. Wij zullen een centrumrechtskabinet mogelijk maken, maar dan vanuit een andere plek, vanuit de Kamer, omdat het ons nu niet past, na 10 zetels verlies, om vervolgens in een kabinet te stappen. Nou, ik zal je vertellen, toen ik hier naartoe liep, zag ik even een linkje van de NOS. Ik denk, Goedemorgen. En daar niet je verantwoordelijkheid voor nemen en zeggen van, nou, we gaan het wel gedogen, maar het is wel heel erg teleurstellend. Wat ze zelf zei is, we hebben verloren en dus kunnen we best een keer van een afstandje naar zo'n kabinet kijken. Maar wat je achter de schermen hoort,
is dat ze dit toch vooral deden omdat ze bang waren dat als zij dat 's ochtends vroeg niet deden, later op de dag Pieter Omtzigt zou gaan zeggen: ik heb moeite met Geert Wilders, ik wil misschien alleen maar gedogen. Dan had de VVD die ruimte niet meer gehad. Er kunnen niet twee van de vier partijen gedogen, dan valt te veel van die meerderheid weg. En dus was de VVD ook onder druk van de eigen rechtse achterban gedwongen geweest om aan tafel te gaan met Geert Wilders. En dat durfden ze dus blijkbaar niet aan. En dus hebben ze die politieke zet sneller gespeeld dan Pieter Omtzigt. En dat leidde tot onrust, vooral ook bij de eigen VVD-achterban. We kunnen nog steeds een stevig migratiebeleid voeren, maar dan in een gedoogconstructie. Gedogen komt op mij toch over als heel waterig. Als een waterig compromis. Mijn oproep is echt, als je het perspectief van die 1,5 miljoen VVD-kiezers bij alle vervolgstappen centraal zet, dan ben ik ervan overtuigd dat het centrumrechtskabinet er komt met capabele bewindspersonen op het bordes. Ga daarvoor! Wij zijn de enige partij tot nu toe die zeggen: wij doen gewoon mee, wij staan klaar om te onderhandelen, wij werken mee. U zegt dat kan alleen maar vanuit een kabinet. Nou, dat betwijfel ik. Ik denk dat dat heel goed vanuit de Kamer kan. Maar dat weekend daarna, en dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien, werden er ook door de VVD pagina grote advertenties in de landelijke kranten gezet om aan de eigen VVD-achterban uit te leggen waarom ze in hemelsnaam buiten dat PVV-kabinet wilden blijven. Het is duidelijk dat het kernteam van de VVD, wat er eigenlijk ook al naast zat in de campagne, er direct in de formatie ook weer naast zat. Goedemiddag, PVV Eerste Kamerlid Gom van Strien wordt de verkenner in de eerste fase van de kabinetsformatie. Hij zal gaan onder. Ja, uiteindelijk kwam dus na horten en stoten dan toch die formatie op gang en ging de VVD daarbij zitten als mogelijke gedoogpartner. Maar toen kwam er toch vrij snel nog een onopgelost probleem op tafel te liggen, wat er politiek nog was van het vorige kabinet. En dat was de spreidingswet. Dat is die wet die regelt dat asielzoekers eerlijker over Nederland worden verspreid om Ter Apel, dat aanmeldcentrum, te ontlasten. Die wet ligt op dit moment in de Eerste Kamer en de VVD wil daar eigenlijk van af. De Kamer gehoort de beraadslaging, doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de. Nadat Jezielkus dus die oproep had gedaan aan onder andere het kabinet, waren wij natuurlijk benieuwd, gaat het kabinet die spreidingswet nou tegenhouden? Nou, wat opviel is dat we diezelfde avond nog razendsnel via de mail een brief kregen vanuit het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte, waarin stond dat hij van plan was die spreidingswet wel gewoon door te laten gaan. Echt razendsnel, zonder logo erboven. De naam van Jezielkus was zelfs verkeerd gespeld. Het was duidelijk dat het kabinet en dat Mark Rutte heel snel aan ons wilde laten weten. Meld maar, wij gaan het niet doen wat ze wil. Wist u dat uw collega Jezielkus gisteren die motie zou indienen over de spreidingswet? Ja, over interne communicatie in de partij zeg ik nooit iets. Was u verrast? Ik zeg nooit zo over interne communicatie. Ja, en toen ontstond er dus een idiote situatie. Want premier Rutte stuurde een brief waarin hij zei dat hij voor de spreidingswet was. Ook namens demissionair justitieminister Jezielkus, die op haar ministerie demissionair staatssecretaris Erik van den Burg heeft zitten. Ook van de VVD die voor de spreidingswet was. Om aan partijleider Jezielkus te laten weten dat ze niet gingen doen wat partijleider Jezielkus wilde. En wat er dus eigenlijk per saldo gebeurde is dat de premier van de VVD, Dylan Jezielkus, de nieuwe partijleider, corrigeerde. Ja, dat zegt echt wel wat over hoe zwak de partijleider van de VVD, Jezielkus, op dat moment stond. Hey. Bent u niet bang dat u zo vooral chagrijnige collega's aantreft voor wat u van de week met die spreidingswet gedaan heeft? Nou, het is bijna kerst. U kunt vast opbrengen om daar vrolijk te zitten. Een warmtelamp hier. Gelukkig nieuwjaar allemaal trouwens. U ook. Komende maandag en dinsdag behandelt de Eerste Kamer de spreidingswet. Wat voor verwachtingen heeft u daarvan? Nou, dat wordt heel spannend. Iedereen is in de kerstperiode wel even op vakantie gegaan. Mensen waren doodmoe. Maar het was wel duidelijk direct toen iedereen in januari weer terugkwam dat er een groot probleem lag, ook voor de formatie, dat wel moest worden opgelost. Namelijk dat probleem van de spreidingswet. Want motie of niet, het probleem was er nog steeds. En dan staat in de Eerste Kamer het debat gepland over die spreidingswet, die Jezielkus dus liever niet wilde. Nou ja, wat je al in die week voor de spreidingswet zag, is dat lokale VVD'ers en regionale VVD'ers
publiekelijk tegen de Eerste Kamerleden van de VVD zeggen, ga nou voor die spreidingswet stemmen. En eigenlijk durven lokale VVD'ers hardop het op te nemen tegen Jezus. En dat was eigenlijk het moment dat wij al door hadden. Blijkbaar heeft ze de troepen niet op een rij. Dit gaat niet goed komen. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week voor de spreidingswet stemmen. Was dit onder partijleiderschap van Mark Rutte ook zo gebeurd? Misschien niet, maar we hebben de afgelopen jaren gezien dat er behoefte was aan een nieuwe bestuurscultuur. En misschien is dit wel het echte begin daarvan. Ik snap dat de Eerste Kamer daar een eigen afweging maakt. Ik heb dus ook mijn gezag als leider, zo gezegd, daar niet gebruikt om ze te bellen en zeggen jullie moeten voor of tegen stemmen. Maar ik denk dat wat ze daar eigenlijk zei, en dat is ook wel wat je hoort, is dat ze die machtspositie gewoon niet had. En dat ze hem dus ook niet kon gebruiken. En dat zegt echt iets over de plek waar de leider van de VVD op dit moment staat. Ik las ergens dat men zei, de afgelopen jaren hebben de linkse VVD'ers zich bediend gevoeld en nu is het tijd voor de rechtse. En lieve mensen, dat is gewoon niet waar. Maar als je dan koffie drinkt op dat VVD-congres en mensen spreekt en vooral bestuurders spreekt van de partij, dan zeggen ze, er zijn wel degelijk twee richtingen. Aanvankelijk was ik echt een grote fan van haar. Ik denk dat zij alle kansen heeft en krijgt om uit te groeien tot een fantastische nieuwe leider. En nu is het eigenlijk wel verdwenen. De VVD is nu echt een debatpartij en dan merk je ook gewoon dat er verschillende vleugels zijn. Nooit in het kabinet gaan zitten met Wilders, nooit, nooit. Ik ben voorstander van samenwerking met de PVV. Niet doen. Alle meningen zitten in dezezelfde partij. En dat zijn echt twee geluiden die nog niet bij elkaar passen, die op dit moment aangestuurd worden door een leider die, en dat vindt eigenlijk iedereen bij de VVD, nog niet zo stevig in de schoenen staat. Maar ter relativering, in 2008, echt heel erg lang geleden, was er ook op diezelfde plek in Noordwijkerhout een congres. Feesten, daar zijn ze goed in bij de VVD. Soms tegen beter weten in. Nu staat de partij historisch laag in de peilingen, maar de leden trekken zich er weinig van aan. Wij blijven altijd positief, daar zijn we VVD'ers voor. En als we willen regeren, dan moeten wij verkiezingen winnen. Dat gaan we dus doen. Daar hebben we een plan voor. Dat voeren we uit. En we laten ons niet gek maken door dagkoersen. En de kritiek was, hij heeft geen eigen achterban. We weten eigenlijk niet precies waar hij voor staat. Kan die het wel? Mark Rutte werd kort na dat congres succesvol en 13 jaar premier van Nederland. De VVD was echt in Den Haag jarenlang de grootste partij die de lakens uitdeelde. En in een paar maanden tijd na het vertrek van Mark Rutte is dat totaal verdwenen. Is de partij in verwarring, weten ze niet meer waarvoor ze staan. En je hoort ook op dat congres afgelopen weekend, is het wel zo verstandig dat dezelfde mensen nog steeds aan de top van de VVD zitten. Moet daar niet eens een keer de bezem doorheen? Ja, dat zijn discussies die nu nog worden toegedekt omdat ze aan een formatietafel zitten. Maar we kijken naar een VVD zoals we hem echt heel erg lang niet gezien hebben.